video. Vandaag ga ik de goodie box unboxen. Ik heb geen idee welke editie dit is. Ik heb hem afgelopen weekend besteld. De eerste box was een tientje. Dus ik heb geen idee of dit nou een speciale editie is voor welkom of de december. Januari is het nog niet, dus neem aan van niet. En ik weet ook niet eigenlijk wat de originele prijs is. Volgens mij 24,95. Maar ik zet in ieder geval alle informatie in de beschrijving. In een mooi laartje die je zo kan openschuiven. En dit is dus de welcome box. Volgens mij is dit dus niet de december editie of wat dan ook. Maar de box die je speciaal voor een tientje kon bestellen. Dit is denk ik een boekje. Welkom bij Goodie Box. Ja, hierin staan zeg maar alle producten. Ja, ik dacht dit is wel leuk om te doen. Ik weet niet of deze welcome box eigenlijk altijd te kopen is. Of nu alleen met een actie of wat dan ook. Maar ik kon het niet laten. Een papiertje. Je bent niet de juiste maat. Je bent te klein, je bent te lang. Doe eens rustig. Kijk niet te boos. Je vraagt erom chill. Bla bla bla. Weg ermee. Het is tijd om je favoriete look aan te trekken. En met opgeheven hoofd voorbij te gaan aan iedereen die wat van je wil. 89% van de vrouwen worstelt met schuldgevoelens. Wat in de praktijk betekent dat vrouwen zich regelmatig zorgen maken over of ze het wel goed genoeg doen. Helemaal klaar mee. Bij Goodie Box zeggen we, het is tijd om afscheid te nemen van de eeuwige pleaser in jou. Tijd om je niet langer rot te voelen over wat jou gelukkig maakt. En tijd om het dikke vette doei te roepen naar al die sociale druk. Het is tijd om sorry, not sorry te omarmen. Wat een diepgaand briefje. Staat er nog meer op? Nee. Nou ja, dat. Even kijken, de producten zitten in een papiertje verpakt. Ik neem aan dat dat elke maand ook zo is. Maar dat zien we van de volgende maand. Dat was een sneak peek. Tadaa. Ik pak het eerste product wat ik zie. Dat is van Batiste. De droogshampoo in Discreet. Oh, nude. De droogshampoo van Batiste heeft een waarde van €5,59. Product van Rituals. De Micellaire 3-in-1 Micellaire water. Een klein flaconnetje van 50 ml om je gezicht te reinigen. Mijn dochter is helemaal gek voor Rituals. Dus ik denk dat ik deze aan haar geef zodat ze daarmee de gezicht kan reinigen. Dit is natuurlijk wel een handig formaat. Bijvoorbeeld als je op vakantie gaat of een weekendje weg of wat dan ook. En ik weet dat het deze tijd wat moeilijker gaat. Maar ja, prima formaatje om te proberen. De formaat heeft een waarde van €4,90. Dan zit er een zakje in met stipjes. Geen idee. Even openmaken. Mochten jullie wat horen trouwens. Ze zijn vuurwerk aan het knallen en zo. Dus dat hoor je misschien op de achtergrond ook. Tenminste, ik hoor het wel. Ik weet niet hoe goed de camera het oppakt. Dan een hele mooie jade roller in het groen. Dat is wel leuk, want ik heb ook een roze en zo. Die doet het altijd heel goed op Instagram, op foto's. Maar dit is natuurlijk om je gezicht mee te verwennen, te baseren. Even kijken, zit er nog wat in van het merk? Oh, het heet geen jade roller of wel, maar het is een mind roller. Dubbelzijde jade roller, dus wel. Van Moshi Moshi Mind. Staat dan zeg maar wat de voordelen zijn om het te gebruiken. En hoe je het moet gebruiken. Dus ja, ook wel handig. Kijk dus net naar de prijs van dit product. En deze jade roller heeft een waarde van €48. En dat vind ik nogal wat. Maar ja, leuk om te hebben. Er zit er nog een grote tube in van het merk Mikura. Een body scrub 2-in-1 body wash en scrub gel. Met biodegradable, als ik het goed uitspreek, glitter. Exfoliating en moisturizing. Je ziet ook, zeg maar. Ik weet niet of het op camera goed zien is. De glitter is een beetje er doorheen. Het product heeft een winkelwaarde van €9,95. Van het merk Yorgo B. Er zit er ook een product in. Ik ben momenteel andere producten van dit merk aan het testen. Dus deze kan er ook gelijk bij. Dit is een AHA Glycolic Peeling Gel. En dit is een tube van 65 ml. Laat je van dit product voorlezen. Dit product is behoorlijk vers van de pers. Je bent waarschijnlijk, no joke, een van de eerste die het gaat proberen. Het zal inmiddels wel meevallen, denk ik. Maar Yorgo B heeft onlangs deze vegan wondergel gelanceerd. Dat speciaal ontwikkeld is om de structuur van de huid te verbeteren. Rimpels te verminderen. En je huid zijn natuurlijke glow terug te geven. De magische formule bevat onder andere glycolzuur en betaïne.
ik hoop dat ik het goed uitspreek, om dode huidcellen te verwijderen, te hydrateren en onzuiverheden te voorkomen, zodat je huid een prachtige kleur krijgt. Kijk, dat klinkt veelbelovend. En dit product heeft een winkelwaarde van 24 euro. Van het merk Maria Stella Maria. Ik had hier dus echt tot voor kort nog nooit van gehoord. Maar dit merk staat dus ook al in de Advent Calendar. En in de Steltonbox die ik hiervoor heb geopend. Dus blijkbaar is het nogal een populair merk. Maar er zit een lipbalm in. Ja, dit product. En het heeft een schuine applicator waardoor je het gemakkelijk kan aanbrengen. De balm heeft een waarde van 12 euro. Waar ik echt nog nooit van heb gehoord. Irina de Diva, als ik het goed uitspreek. Zit een mascara in met een winkelwaarde van 20 euro. Omdat ik momenteel best wel veel mascara's open heb liggen al, wil ik deze nog even dicht laten. Ik weet ook niet of ik deze zelf ga gebruiken of in een winactie een keer doe of doneren. Maar ja, mascara. Het product alweer van een merk die ik hiervoor in een andere video ook heb leren kennen. Het merk Peace. En dat is een lipgloss. Lekker zoet kleurtje, roze. Het heeft wel een leuk roze kleurtje en een glansje. Gloss heeft een waarde van 21 euro. Ik was net op zoek naar de naam, maar ik kan hem nergens vinden. Mijn goodiebox, de eerste welkomstbox, zeg maar. Voor 10 euro vind ik de inhoud echt heel erg leuk. De komende maand komt hij voor januari, dus dan ga ik hem ook unboxen. En ja, hopelijk is hij dan net zo leuk en goed gevuld. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie van deze inhoud vinden. Laat dat hieronder even weten in een reactie. En ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Tot de volgende video!